Deze build heeft een hele hoop verschillende technieken. Die hoef je niet allemaal te gebruiken, maar als je ze hebt, waarom niet? Eén daarvan is het buigen van multiplex om die mooie gave vorm te krijgen. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! Ik heb voor deze build eigenlijk maar een paar dingen gekocht. De speakers natuurlijk. Dit zijn 10 watt 8 ohm speakers. En dan een vrij simpel Bluetooth bordje. Laten we beginnen met het op maat maken van de zijkanten. Want deze ga ik gebruiken om vervolgens de hele bovenkant omheen te vormen. De hele voorkant van de radio wordt gemaakt van 9 mm multiplex. En door er over de hele breedte sleuven in te zagen, kan ik het straks in een mooie radius om de zijkant te buigen. Behalve dat je nou diep genoeg moet zagen, ben ik er dus ook achter gekomen dat de richting van het multiplex uitmaakt. Best wel logisch eigenlijk. Maar dit was mijn eerste test, die is gewoon keihard gefaald. Maar dit was mijn tweede test, hier had ik dieper gezaagd. Ik kan nog steeds niet heel goed buigen. Maar dat ga ik oplossen door het straks nat te maken. Maar het breekt niet. Toen had ik een ander teststukje. Deze. En deze is... Deze komt zo uit de plaat en deze komt zo uit de plaat. Dus ja, precies haaks. En deze buigt super goed. Maar als je dan gaat kijken aan de achterkant, dan is dat omdat het gewoon keihard aan het breken is. Dus als het hier dik is, buigt het nog steeds niet. Maar als het dun is, dan breekt het. Niet ideaal. Dus, deze, waar ik hier niet op gelet heb, is natuurlijk precies de verkeerde kant op. Dus die ga ik uit deze plaat zagen en dan gaan we het echt proberen. Nat genoeg kunnen krijgen zodat het goed buigt. Ik had eerst alleen de binnenkant gedaan, maar juist de buitenkant is natuurlijk het belangrijkste. Het begint al wel flexibeler te worden. Zullen we eens kijken of het werkt? Het is zeiknat. Het is een stuk flexibeler. Heel vet. Het lijkt gewoon te werken. Het enige is dat ik ongeveer twee handen tekort kom. Je hebt het vast niet gemerkt, maar we zijn inmiddels een week verder. En deze heeft helemaal kunnen drogen de hele week. Laten we eens even gaan kijken. Super gaaf. Ik ben bang dat als ik hem helemaal open zou vouwen, dat hij weer gaat breken, juist de andere kant op. Dus dat moeten we niet hebben. Maar dit is heel vet. Laten we hem gaan lijmen. Ik ga straks de zijkanten nog helemaal schuren, dus ik maak me nu niet heel erg druk om waar de lijm allemaal komt. Zolang er maar overal waar hout op elkaar komt lijm zit, ben ik tevreden. Moet deze natuurlijk niet vergeten, anders heb je hier een dikke kier. Het
Voordeel van snelle lijm is dat de stress nooit zo heel lang duurt. Want op een gegeven moment zit het vast. Dat ging niet helemaal goed. Blijf opletten. Ik heb de zijkanten bewust wat groot gelaten, zodat ik ze nu met de kopieerfrees gelijk kan trekken aan het multiplex. En aangezien ik toch het frezen ben, maak ik er gelijk een mooie radius op. Als er nou met het lijmen wat klieren zijn ontstaan, kan je die natuurlijk altijd nog even dichtmaken. Met wat hout vullen. Hopelijk zien we er dan niks meer van. Je moet in de voorkant van de radio nog wat gaten gaan maken. Voor de speakers en voor het nep display wat ik ga maken. En dat ga ik met deze template doen. Ik heb het op de computer precies bedacht hoe ik het wil hebben. Deze erop. Hoef ik het alleen nog maar uit te zagen. Ik wil een oude en een verweerde look creëren op dit ding. Alsof die echt al 80 jaar ergens op een kast heeft gestaan en twee keer met Koninginnedag buiten. Dus ik ga hem nu vast een eerste laag bijt geven. Ik heb hem bewust nog niet heel veel afgewerkt, dat ga ik straks doen. Zodat hij op bepaalde plekken lichter wordt en donkerder. Dat je een beetje zo'n oude look krijgt. Als ik hem open krijg tenminste. Ja. En om die reden breng ik de bijtjes ook niet heel gelijkmatig aan. Als je nou moet verven in je project, dan is het handig om dat goed te plannen. Zo is het nu lunchtijd. Ik kan dit mooi drogen. Ik heb het meeste er weer afgeschud, zodat als ik hem straks nog een laag ga geven, dat ik hopelijk heel mooi zo'n verschil tussen licht en donker ga zien. Waar al een laagje zit en waar nog niet zit. Je hebt zo je best gedaan om iets moois te maken. Hier wat krassen gemaakt. Hier wat deukjes. Hier ook nog wat deukjes. Daar. Ja, laten we dit zomaar eens even proberen. Ik kan er natuurlijk altijd later nog wat meer bij doen. Ik probeer deze laag wel ietsje dunner te houden dan die vorige. Zodat je niet alle lichte plekken van net weer overschildert en wegvaagt. Nou, deze moet even drogen. Maar ondertussen gaan we natuurlijk niet zitten wachten. Ondertussen ga ik de dial maken, of het schermpje. Krijgt geen functie, maar vroeger hadden radio's vaak zo'n mooie draaiknop. En dat ga ik hier ook in maken. Ik ga nog één stap doen om een mooi oud te laten lijken en ik heb dit zelf nog nooit gedaan. Maar ik heb dit Adam Savage zien doen, dus dat wil ik graag proberen. En dat is met zwarte verf erop wrijven. En vervolgens met een doek weer snel eraf wrijven, zodat het echt alleen in de kiertjes blijft zitten. Laten we dat eens proberen. Misschien eerst aan de achterkant. Hier bijvoorbeeld wat deukjes. Werkt best wel goed. Ja, ik ben hier best wel tevreden over. Wat je ziet is dat je eigenlijk gewoon alle gaten en alle deukjes die je gemaakt hebt net even wat meer accentueert, dat ze beter zichtbaar worden.
En ja, hij krijgt gewoon een wat oudere, stoffige look. Dus dat is best wel heel gaaf. Het doet wel een beetje pijn om dat aan je net gemaakte ding te doen, maar het wordt wel heel cool. En deze komen zo en die kan je dan kantelen en dan drukken ze de limit switch in. Dus eigenlijk heb je gewoon een drukknop die je, ja, die je draait. Is het dan een draaiknop of een drukknop? Ik weet het niet. Maar fijn, deze komen in deze beugel, gelijmd zo. En die beugel komt vervolgens hier waar de knoppen komen. En op die manier hebben we van drukknoppen draaiknoppen gemaakt. En dan is het nu tijd om de knoppen te gaan maken. En voor de knoppen heb ik jullie gevraagd wat jullie wilden, rond of zeskant. Het is zeskant geworden. Laten we dat gaan doen. Ik ben er nog niet tevreden over. Ik dacht dat het super vet zou worden. En ik vind deze grill mooi. Dit is mooi geworden. Dit ziet er oud en verrot uit. Dus dat is goed. Dat was de bedoeling. Maar die knoppen vallen een beetje weg. Dus ik denk... Nee, ik ga andere knoppen maken. En ik denk dat het heel vet is als ik ze van dit hout ga maken. Ik had gelukkig nog wat liggen van het hout, dat scheelt weer. Ik ga dit op de frees gooien en dan kan ik ondertussen mooi de radio aansluiten. Zodat als de knoppen straks af is, dat hij het ook gelijk doet. Ik denk dat die heel gaaf zijn. Ik vind ze heel vet geworden, de nieuwe knoppen. Hij ziet er gewoon veel beter uit zo. Ze passen mooi hierbij. Ik ben helemaal tevreden. Laten we eens even gaan testen met wat muziek in stijl. Vanaf mijn telefoon natuurlijk. Muziek eruit voordat ik copyright gedoe krijg van mensen uit 1920. Je weet maar nooit. Maar ik vind hem heel gaaf geworden. Als jij nou meer van dit soort projecten wil zien die cool zijn in je huis, dan heb ik hier deze playlist. Gaan we daar gewoon verder. Tot daar. Wat ik nog vergeten was te vertellen. Ik heb de onderkant dichtgemaakt door twee platen multiplex op elkaar te lijmen. Eentje wat kleiner dan de ander. Op die manier... Lijkt het alsof hij een beetje zweeft. Tot volgende week.